unieke vakantiewoningen met luxe buitenkeuken, hot tub of privézwembad? Het kan allemaal op Strabrechtse Venne. Het luxe vakantiepark midden in de Brabantse natuur. Investeren en recreëren? Ontdek het op brabantisprachtig.nl. Je kunt ons live of terugluisteren. Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld de Cryptocast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven. Goedemorgen, het is 3 april. Woensdag 2024. Ik zat een beetje naast, want je hebt maar 4 dagen deze week. Het blijft een rare week. Iwan, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Tweede werkdag, toch al halverwege de week. Dat is toch mooi. Toch gek, hè? Ja, precies. We zijn een hard weg dat weekend. Hoewel het buiten weer waardeloos stinkweer is. Maar het wordt aanstaande zaterdag 23 graden en volle zon. Ja. Dus daar leven we maar naartoe. En we gaan je de komende 20 minuten gewoon bijpraten over het nieuws van dit moment. Nou, zeg het maar. Ja, dat Tweede Kamerdebat van gisteren natuurlijk over die Nederlandse politici die al dan niet geld hebben ontvangen van Rusland. Hugo de Jonge was terughoudend en blijft terughoudend. Wat is nou de aftronk van dat debat? Hoor je zo meteen van politiek verslaggever Leonard Beekman. Ja, we kijken naar een gebeurtenis vannacht in Taiwan. Het oosten van dat land is opgeschrikt door een aardbeving met een kracht van 7,4 op de schaal van Richter. De zwaarste aardbeving in 25 jaar tijd. Allerlei gebouwen ook op instorten en omgevallen zelfs. Er wordt nu gesproken door de buitenlandse nieuwsmedia over in ieder geval 1 dode en een aantal mensen die nog vastzitten onder het puin. En Mark Rutte is bijna de nieuwe baas van de NAVO. Hij zou nog 4 landen moeten overtuigen. Het scenario dat zijn benoeming deze week zou worden bevestigd op de 75ste verjaardag van de NAVO morgen. Dat is nog ver weg, maar 4 landen dus nog te gaan. Welke en waarom? Je hoort het zo meteen van Europa-correspondent Stefan de Vries. Nou, je begrijpt al, je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR op het Binnenhof in Nederland. De rest van de wereld. Kortom, de vliegende start van je werkdag. En die begint gewoon in Nederland. Want het blijft onduidelijk of er 1 of meer Nederlandse politici zijn omgekocht door de Russen. Het ging om een Tsjechisch verhaal. De Tsjechen die zeggen dat er een zender, Voice of Europe, is die geld betaalde, ook aan Nederlandse politici, om te zorgen dat die welgevallige verhalen over de Russen hielden en tegen de Oekraïners zich opstelden. De missionair minister Hugo de Jonge zei in het Kamerdebat gisteren niet te weten, maar ook niet direct te willen delen wanneer zoiets bekend zou zijn om wie het gaat. U kent de beperkingen die ik heb om het werk van de dienst open met u te kunnen delen. Daarvoor bestaat de CIVD. Wil dat zeggen dat het nooit in de openbaarheid komt? Nee, dat wil het zeker niet zeggen. Want zowel de AIVD als ook het kabinet zal alles doen wat haar ter beschikking staat. Alles gebruiken wat haar ter beschikking staat om heimelijke beïnvloeding tegen te gaan. Dus de missionair minister van Binnenlandse Zaken, Hugo de Jonge. We gaan er verder over praten met politiek verslaggever Leendert Beekman, die dat debat volgde. Leendert, goedemorgen. Goedemorgen, Bas en Iwan. Ja, en daarmee blijft dus het hele Nederlandse parlement verdacht. Ja, daar blijft mee het kabinet. Of tenminste, alle politici, of het nou bewindspersonen zijn, Europarlementariërs of Tweede Kamer, Eerste Kamerleden, iedereen is in principe nog verdacht. Hm. En het gaat dus ook om de geloofwaardigheid van de politiek richting de Europese verkiezingen. En Omtzigt kon het niet vaak genoeg benadrukken. 6 juni gaan we al naar de stembus. En het feit dat er dan niet duidelijk is of er een Nederlands politicus op het moment dat die verkiezingsstrijd gevoerd gaat worden beïnvloed is en pro-Russische teksten uitslaat, betaald door Rusland, dat moeten we weten. En dat moeten we wel zo snel weten, omdat die verkiezingen eraan komen. Ja, alleen de jongen geeft dus niet thuis. En dan zou je kunnen zeggen, daar heeft hij op zich best goede redenen voor. Hij zegt inderdaad, dat heeft de inlichtingendienst moeten gaan daarover, wij niet. Maar als je dat dan zo zegt, heeft het dan wel zin om zo'n debat te voeren? Ja, die vraag kwam vaak naar voren. Onder andere van de Plas van BBB, Eerdmans, Jimmy Dijk van de SP. En dat is ook wel heel begrijpelijk, want de Tweede Kamer is niet heel veel wijzer geworden. Hugo de Jonge wees erop, als de inlichtingendiensten ermee bezig zijn, ik weet het nog niet, zei hij steeds, maar als ik het zou weten, zou ik het niet kunnen vertellen. Als we het te vroeg vertellen, kan het smaad worden. En dan kan je de diensten in de wielen rijden. Ja. Op het moment dat het naar buiten kan komen, brengen we het naar buiten. Maar dat gevoel van onmacht in de Kamer, dat kwam een aantal keer goed naar voren. En onder andere tijdens een debatje tussen Jan Paternotte en
van D66 en Wilders van de PVV. Ik ben niet echt gewend dat de heer Wilders, die over het algemeen heel goed weet wat hij wil, in een debat staat met twee vragen. Want vorige week stond hij hier terecht, wat mij betreft, als een leeuw te brullen. Maar ik hoor hier iets meer een muis die fluistert of de minister het toch nog een keertje kan vragen. Vindt hij niet dat het parlement zelf ook een taak heeft om zelf iets te doen als er zo'n zware aantijging is? Ja, Wilders als muis, dat is natuurlijk leuke beeldspraak. Maar de PVV-leider had het zelf liever ook anders gezien. Kijk, als die minister had gezegd ja, het is zo, dan natuurlijk had de Kamer wat kunnen doen. Maar die minister zegt niet ja, het is zo. Sterker nog, die minister zegt 1. Ik kan niet meer informatie geven, want de Tsjechen willen dat niet. 2. De Tsjechische autoriteiten hebben geen Nederlandse rechtspersonen of individuen genoemd. En 3. Ja, ik heb het ook gezien van dat weekblad en in Tsjechië en de namen. Maar ik vind het niet in het belang van de nationale veiligheid om daarop in te gaan. Als hij nu zegt, het is niet waar. Of het is wel waar en Pietje en Truusje is het. Dat heeft mijn grote voorkeur. Natuurlijk wil ik dat. Natuurlijk wil ik dat er helderheid over komt. Ik heb er iedere dag last van als het niet zo is. Maar ik kan hem niet dwingen om dat te doen. Daar kan ik hem niet toe dwingen. Ja, en dan zijn we weer terug bij af, Bas. Ja. Op papier blijft iedereen verdacht. Totdat we weten om wie het gaat. Ja, en uiteraard, de vingerwijzing, en daar wijst Wilders ook even op, gaan ook naar hem. Hè, want er werd wel eens gezegd, het is een vriend van de Russen. En hij werd wel eens gesteund. En er was wel eens op een toespraak hier en daar. Maar één partij was niet aanwezig in het debat. Ja? Hallo, Leendert. Ja, ben ik er weer? Ja, daar ben je weer. Ja. Één partij was niet aanwezig, dat was Forum voor Democratie. En Baudet schreef daar ook over op X dat hij niet kwam omdat hij niet feitenvrij wilde praten en roddelen over insinuaties, zoals vandaag staat gepland in het debat. Wij vinden het dat parlementair onwaardig, gekibbel en gespeculeer dat op niets is gebaseerd. Dat doe je maar in de kroeg of aan een keukentafel, schreef hij. Dus Baudet was er niet bij. Nee. Welke gevolgen had dat voor het debat dat die partij er niet was? Ja, dat was toch wel heel ongemakkelijk in het debat, omdat er namelijk wel veel naar Forum voor Democratie gewezen wordt. Ja. Dat werd dan wel benoemd, maar het is een goed gebruik in het parlement om niet over elkaar te gaan praten als de ander er niet bij is. Dus dat maakte het ontzettend ongemakkelijk. Want als degene er niet bij is, kan hij zichzelf niet verdedigen. Maar ja, Forum voor Democratie kiest er zelf voor om er dan weer niet bij te zijn. Dus ja, het was al met al, alles bij elkaar, überhaupt gewoon een ongemakkelijk debat. Ja, dit debat had het dan niet veel beter thuis gehoord in de commissie stiekem, waar overigens Geert Wilders zelf ook in zit. Ja, en niet alle fractievoorzitters zitten daarin. Nee. Er is inderdaad een commissie voor inlichtingen en veiligheidsdiensten, de commissie stiekem. En Bontebal, die daar niet in zit, de fractievoorzitter van het CDA, vroeg Wilders dan ook, kan je dat niet beter in die commissie bespreken? Daar kwam Wilders met het volgende antwoord op. Moet het niet besproken worden in die commissie? Daar gaat het me om. Dus ja, maar dan zou dit stuk van het debat daar moeten plaatsvinden. Dan kunnen we het hier hebben over die andere vragen. Want dit wordt een ingewikkeld debat. Het is voor mij heel ongemakkelijk om daarop te antwoorden. Want als ik iets affirmative, bevestigend zou zeggen, dan, ja, ik vind het geen juiste vraag. Ik breng me nu al in de problemen door mijn antwoord te formuleren. Dus alsjeblieft, sluit u mij toe dat ik daar geen antwoord op geef. Punt. Ja, en dan houdt het inderdaad een beetje op. Het had beter in de commissie stiekem kunnen gebeuren. Ja, maar daar kan hij niks over zeggen, want hij zit in de commissie stiekem, waar het heel stiekem is dus. Maar dan het andere. Het parlement heeft zelf ook nog een mogelijkheid om onderzoek te doen naar het wel of wee van parlementariërs. Is zoiets nog naar boven gekomen? Want ik sprak daar gisteren met mevrouw Koekoek, Tweede Kamerlid voor de partij Volt over. Die zei, ja, wij hebben als Kamer ook de macht om zelf zo'n onderzoek te gelasten, los van het feit dat veiligheidsdiensten dat doen, of commissie stiekem. Is zoiets nog naar voren gekomen in het debat? Is er nog gekeken naar hoe krijgen we deze informatie boven tafel? Ja, dat vond, wat Volt voorstelde, vond de Kamer nog nog te snel om dat te doen, ja, omdat er ook nog geen naam bekend is. Dan werd er verder gesproken, ja, eigenlijk typisch iets wat de Kamer vaak doet in dit soort gevallen. Laten we de procedures gaan verbeteren. Laten we kijken of we onafhankelijk onderzoek kunnen gaan doen om beïnvloeding van Kamerleden tegen te gaan. Het presidium, het dagelijks bestuur, moet meer middelen krijgen om de Kamer te controleren. Dat werk, maar echt. En net werd even het voorbeeld gegeven van die tijger, hè, of die leeuw die stond te brullen. Ja. Het was gisteren geen brullende leeuw, de Tweede Kamer. Nee, dat blijkt. Wat staat er vandaag verder op de agenda voor de brullende leeuw?
Uiteraard de formatie, Bas. Ja. Het gaat vandaag over natuur en milieu. De natuurorganisaties komen langs. Onder andere natuurmonumenten. En wat is nou hun boodschap? Politiek, u spreekt over een betrouwbaar bestuur. Houdt u dan gewoon de komende tijd zich even aan de afspraken die we de afgelopen jaren hebben gemaakt. Verder wordt er in de Kamer gesproken over de gasmarkt, leveringszekerheid, verduurzaming van de luchtvaart, en er is een debat over de maximering van de huurprijzen. Oké, dat is de wet van de jongen ook weer. Politiek verslaggever Lennart Beekman, dank je wel. En iets na 19:30 spreken we in de reguliere uitzending met natuurmonumenten over dat gesprek wat die natuurclubs hadden met de informateurs en de fractieleiders van de vier partijen. Ja, als je het als land in diplomatieke zin goed doet in de ogen van de Chinezen, dan krijg je een panda. Maar als je het in de ogen van Botswana diplomatiek verknalt, dan krijg je, nou, dat hoor je over een minuut of 10. Ochtendnieuws. Heel benieuwd. Dan de onrust rond de dood van die 7 hulpverleners van World Central Kitchen is nog lang niet voorbij. President Biden heeft in een verklaring laten weten dat hij verontwaardigd en diep bedroefd is door de Israëlische luchtaanval in Gaza, waarbij die 7 mensen omkwamen. Laat hij weten in een verklaring. En nog tragischer is het dat dit geen op zichzelf staand incident is, zegt de president. Dit conflict is een van de ergste in de recente geschiedenis als je kijkt naar het aantal hulpverleners dat is omgekomen. Biden zei ook dat Israël niet genoeg doet om hulpverleners en burgers in Gaza te beschermen. Bloomberg analyseert dat Biden zich niet eerder zo kritisch heeft uitgelaten over Israël. En ook andere wereldleiders, Sunak, Albanese van Australië, het zijn ook de president, of althans de leiders van de landen waarvan mensen omgekomen zijn, maar ook vertegenwoordigers van de Franse en de Canadese overheid, die hebben ook allemaal hun verontwaardiging uitgesproken over die aanval. Ja, en dan de VN-rapporteur voor de mensenrechten in de bezette Palestijnse gebieden, Francesca Albanese. En dat is ook dit is niet de familie. Nee. Die gelooft dat het Israëlische leger de 7 hulpverleners opzettelijk heeft gedood, schrijft ze op X. Dat is nogal een statement. Israël doet dat, zegt ze, om verleners van humanitaire hulp bang te maken, om zo de Palestijnen in Gaza te kunnen blijven uithongeren. Nou, dat is even een conclusie die voor rekening van deze mevrouw komt. Ze zegt tot die conclusie te zijn gekomen dat ze de operationele procedures van het Israëlische leger kent. En Israël weet dat Westers en Arabische landen geen vingers zullen uitsteken voor de Palestijnen. Tot slot, dan heeft Israël, de president van Israël Herzog, gebeld met de oprichter van de World Central Kitchen, die chef. Hij heeft de excuses aangeboden voor het incident, betuigt zijn medeleven aan de families van de slachtoffers, meldt zijn kantoor op X. En ook legerleider Halevi heeft op X in een filmpje sorry gezegd. The strike was not carried out with the intention of harming WCK aid workers. It was a mistake that followed a misidentification at night, during a war, in a very complex conditions. It shouldn't have happened. Israel is at a war with Hamas, not with the people of Gaza. We are sorry for the unintentional harm to the members of WCK. Ja, het spijt ons dus. Het land Israël wil beter gaan samenwerken met internationale organisaties om de coördinatie van die noodhulp in die Gazastrook te verbeteren. Ja, dan zei ik het al eventjes. Het oosten van Taiwan is opgeschrikt vannacht door een aardbeving met een kracht van 7,4 op de schaal van Richter. De sterkste sinds 1996, 25 jaar tijd. Daarbij is 1 dode gevallen, 10 mensen gewond geraakt en een vrouw die buiten stond, die filmde het. Vreselijk. En op de weg klinkt dat zo. De auto's komen tot stilstand, worden nog lang heen en weer geschud op hun wielen. Meerdere wolkenkrabbers zijn huis en ingestort in de plaats Hualien. En inmiddels wordt zojuist bekendgemaakt dat er 4 doden al geteld zijn. In filmpjes die rondgaan op X zie je dat sommige gebouwen nog wel overeind staan, maar helemaal als een soort toren van Pisa scheef staan. En ook veroorzaakte de aardbeving aardverschuivingen en aardscheuren. En er waren een aantal tsunami-waarschuwingen op het eiland en de buurlanden, ook onder meer in Japan. Daarvan zijn sommige inmiddels weer ingetrokken. En nu proberen reddingswerkers mensen uit ingestorte gebouwen te halen. Nog 4 landen kunnen roet in het eten gooien en de benoeming van Mark Rutte als NAVO-chef tegenhouden. Nou, de teller staat nu op 28. Hij heeft 28 landen voor, 4 tegen. De Baltische Staten staan inmiddels ook achter Rutte. En vandaag en morgen komen alle buitenlandministers van de NAVO-landen bij elkaar in Brussel. En daar is ook Europa-correspondent Stefan de Vries. Niet toevallig, dat begrijpt u. Stefan, goedemorgen.
Goedemorgen, Bas. Ja, er werd steeds geroepen dat dit de top van Rutte zou worden. Hier zou die dan inderdaad op het schild worden gehesen en de nieuwe NAVO-baas zijn. Maar er zijn ook stemmen die zeggen, nee, dat gaat niet gebeuren, want dat gebeurt pas in Amerika over een paar, paar weken. Hoe staan de seinen op dit moment? Ja, de kans is aanwezig dat Mark Rutte inderdaad de nieuwe secretaris-generaal wordt, althans wordt benoemd deze dagen. Maar die kans is wel klein geworden. Er zijn nu 28 van de 32 landen van de NAVO voor Mark Rutte. En ja, gisteren haalde die ook nog de steun binnen van de Baltische Staten. Dus het is niet duidelijk. Het zou best kunnen, maar misschien ook niet. Nee. Hoeveel invloed is er nog vanuit onze eigen kabinet? Minister Bruins Slot is daar, die is ook nog op die top. Uiteraard als minister van Buitenlandse Zaken. En kan die nog een beetje masseren in die positie van Rutte? Ja, misschien wel informeel. Zij is een van de 32 ministers die nu aanwezig zijn vandaag en morgen in Brussel. Maar tegelijkertijd is er niet echt een officiële procedure voor de benoeming. In principe moeten alle 32 landen akkoord zijn. Maar dat gaat allemaal achter gesloten deuren. En het is eigenlijk nog ondoorgrondelijker dan de Nederlandse coalitieonderhandeling of de verkiezing van een nieuwe paus. Dus ja, in theorie moet iedereen achter Rutte staan, maar het hoeft niet per se. Nee, oké. Er zijn nog 4 dwarsliggers. Eentje daarvan kunnen we meteen raden. Dat is Hongarije. Maar dan ook Slowakije, Roemenië en opmerkelijk Turkije. De tweede grootste bondgenoot van de NAVO. En Erdogan is niet een enorme dikke vriend van Rutte. Wat willen die 4 landen? Hebben die gewoon gezegd van nou, we vinden Rutte stom? Of gaat het om andere dingen? Ja, het is niet helemaal duidelijk. Roemenië steunt natuurlijk de eigen kandidaat. Dat is president Klaus Johannes. Ja. In het geval van Hongarije gaat het bijna om een persoonlijke vete van Viktor Orbán tegen Mark Rutte. Nou, Slowakije, de premier daarvan, is behoorlijk pro-Russisch. Misschien verschuilen ze zich een beetje achter Hongarije. En Turkije, ja, president Erdogan benadrukte al een paar keer dat de volgende secretaris-generaal de veiligheid en belangen van alle lidstaten moet dienen. En ook dus de gevoeligheden, zoals de Turkse president het noemt, van niet-EU-landen in aanmerking moeten nemen. En Mark Rutte is altijd behoorlijk kritisch geweest op Erdogan. Dus daar zou ook een persoonlijk element kunnen meespelen. Misschien dat de Verenigde Staten druk uitoefenen op Turkije om toch akkoord te gaan. Want de grootste landen, de Amerikanen dus voorop, Groot-Brittannië, Duitsland, Frankrijk, die hebben al in januari steun uitgesproken voor Mark Rutte. Dus die steun is binnen. Wat die 4 tegenstanders precies willen, ja, het lijkt te maken te hebben toch met de persoonlijkheid van Mark Rutte. Dus het is meer een persoonlijke affaire aan het worden. Ja, dan, en dat is natuurlijk een belangrijk agendapunt, hè, los even van Rutte, de NAVO overweegt een fonds van 100 miljard op te richten om Oekraïne van wapens te voorzien. Dat is nogal wat. Is dat een realistisch plan? Ja, het gaat om 100 miljard voor 5 jaar, dus 20 miljard per jaar. Nou, dat is een bedrag dat 32 lidstaten wel zouden kunnen opbrengen. Het is ook bedoeld om een deel over te nemen van de zogenaamde Ramstein-groep. Mm-hmm. Het is een groep van NAVO-landen die met elkaar overleggen regelmatig over de steun aan Oekraïne. Dat fonds dat er zou moeten komen, dat is waarschijnlijk deels bedoeld om de NATO vast in te dekken tegen een vermindering van de Amerikaanse steun wanneer Donald Trump inderdaad terugkeert naar het Witte Huis. Dat zeiden diplomaten in Brussel. Die vrees is er natuurlijk, want daarmee wordt ook de toekomst van de NAVO onzeker. Dus dat fonds wordt vandaag voorgesteld, daar wordt over gesproken. Het zou heel goed kunnen dat er inderdaad komt, een fonds dus voor 100 miljard voor de komende 5 jaar voor Oekraïne. Ja, duidelijk. Dankjewel. Stefan de Vries in Brussel, onze Europa-correspondent. En daar is ook Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. En als er nieuws is, hoort het uiteraard in de reguliere uitzending hier op PNR. Ja, nieuwe beursdag. Eentje waarop de cijferfetischisten hun hart weer kunnen ophalen. Net als de liefhebber van sprookjes. Je hoort BNR-beurscollega Jelle Maasbach. Eerst naar data waar Christine Lagarde maar wat graag naar kijkt. Namelijk de inflatiecijfers. Er zijn wel meer mensen die daarnaar kijken natuurlijk. Want hoe meer die inflatie daalt, hoe meer die renteverlaging eraan gaat komen. Ook komen de cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt. Loonstrookjesverwerker ADP meldt hoeveel banen er in maart zijn bijgekomen of verloren zijn gegaan. Het is ook de dag van de aandeelhoudersvergadering. Van Nokia, je weet wel, dat bedrijf waar we vroeger allemaal een mobieltje van hadden, maar dat nu in de netwerkapparatuur zit. En van Disney. En die aandeelhoudersvergadering wordt spannend. Want het bedrijf kan een film maken over de eigen onrust.
Aandeelhouder Nelson Peltz denkt dat hij het beter kan dan CEO Bob Iger en wil macht in de directie, terwijl Bob Iger juist zieltjes wint om van Peltz af te komen. Ondertussen zingen er al namen rond over de opvolging van de CEO. Hopen op een happy end, maar zoals je wel weet, dat gebeurt in films niet vaak en ook niet altijd bij beursbedrijven. BNR Beurs, vanavond 6:30, nieuwe aflevering live op BNR. Direct daarna terug te vinden in de BNR-app. En die kan je niet op zo'n oude Nokia krijgen. Nee. Voorpagina van het FD dan. Tientallen bedrijven krijgen al geen drinkwater of geen stroom, maar nieuwbouwwijken krijgen nu ook geen drinkwater. Het bedrijf Vitens moest door een tekort aan water al 45 bedrijven een aansluiting weigeren. En ook de eerste nieuwbouwwijken waar onvoldoende drinkwater is, zijn in beeld. Heb je een huis, heb je geen water en geen stroom. Ook in die krant. Stoppende boeren leveren veilinghuis Troostwijk een recordjaar op. Ze organiseerden het afgelopen jaar 189 veilingen van agrarische bedrijfsmachines. Een plus van 93%. Ja, dan de Financiële Telegraaf. Shell waarschuwt in het gerechtshof. Prijzen van de benzine en gas blijven stijgen. Als dit vonnis in stand blijft, zegt de advocaat van Shell, Daan Lunsing-Schuurleer, tijdens de eerste zitting van een hoger beroep. Volgens Shell zullen de prijzen voor de consumenten snel stijgen, wanneer Shell door de Nederlandse rechter wordt beperkt in zijn olie- en gasactiviteit. NRC dan. Eerste Kamer stelt behandeling wetsvoorstel over sluiting gasveld Groningen uit. Meerderheid van de senatoren is er niet van overtuigd dat de leveringszekerheid van gas ook zonder het Groninger gasveld is veiliggesteld. In Groningen zijn ze not amused. Ja, net tenslotte in de Telegraaf. Brede opkoopregeling voor boeren in de maak. Het kabinet probeert de mestcrisis te beteugelen met een nieuw ingrijpend miljardenpakket. Minister Piet Adema van Landbouw wil bij de Tweede Kamer een voorstel neerleggen om een nieuwe brede opkoopregeling voor boeren te openen. Nou, Ivan, je bent vast bekend met het begrip panda-diplomatie. Ja, in Nederland hebben we er ook twee, geloof ik. Ja, de Chinezen sturen dan landen en of meer panda's als blijk voor waardering voor hun onderlinge betrekkingen. Nou, er is nu een politieke tegenhanger van en die is bedacht in Botswana. Wat China is voor panda's, is Botswana namelijk voor olifanten. Je weet wel van die hele grote Afrikaanse met flaporen, die net zoveel wegen als een stadsbus. Nou, daar hebben ze in Botswana er 130.000 van. Zo'n beetje een derde van de wereldpopulatie van de Afrikaanse olifant. En die beesten die vormen daar een gigantisch probleem. Kuddes veroorzaken schade aan eigendommen, eten gewassen op en vertrappen regelmatig een Botswanees. Iemand die in dat land woont. Wat de regering heeft genoopt om de jacht op die grote dieren beperkt toe te laten. En dan komt de diplomatieke rel in beeld, want Botswana is boos op Duitsland. Duitsland? Ja. Waarom? Nou, de Duitsers zijn de grootste importeur van jachttrofeeën uit Afrika. Maar de Duitse milieuminister suggereerde onlangs dat dat maar eens afgelopen moet zijn. Want ja, zegt hij, die olifant is een bedreigde diersoort, dus de handel in jachttrofeeën is nogal onwenselijk. Ja, tenzij er 130.000 hebt die je inwoners vertrappen. Ja. En dus heeft de president van Botswana nu gedreigd dat hij 20.000 olifanten naar Duitsland gaat sturen. Oh. Zodat de Duitsers aan den lijf ervaren wat het is om zoveel olifanten binnen je landsgrenzen te hebben. Oh ja, en hij is bloedje serieus. Hij zegt in een statement: we zouden Duitsland graag zo'n geschenk aanbieden, eraan toevoegend dat dit geen grap is en dat hij geen nee accepteert. Het lijkt me een artikel 5 situatie. Zo. De column van Bernard Hammelburg. Terwijl het Amerikaanse congres kibbelt over de budgettaire financiering van militaire steun aan Israël, blijkt de regering Biden de leverantie van bommen, munitie, kleine wapens en gevechtsvliegtuigen gewoon door te zetten. Je kunt het trucs noemen, maar het is ook een kwestie van Amerikaans eigenbelang. Enkele van de trucs. De regering levert momenteel 2300 zware bommen en 25 nieuwe F-35 gevechtsvliegtuigen. Alleen die jachttoestellen zijn al $2,5 miljard waard. Hoe dat kan? De levering van de F-35's was al in 2008 goedgekeurd, dus staat het congres er nu buiten. De leverantie van bommen en andere munitie valt volgens Biden onder de verdragsvoorwaarden met Israël, waaraan de Verenigde Staten moeten voldoen. Dat verdrag overtroeft volgens de regering Biden de vraag of bij het gebruik van de wapens door Israël het oorlogsrecht wordt geschonden. De levering van 14.000 tankgranaten ter waarde van 100 miljoen en 320 miljoen aan precisiebommen viel onder emergency autoriteit en bleven daarmee eveneens buiten parlementaire controle. Wat zich volledig aan de parlementaire controle onttrekt zijn leveringen met een waarde van minder dan $25 miljoen en soms tot $100 miljoen. Op deze wijze heeft Amerika sinds het uitbreken van de oorlog al meer dan 100 leveranties gedaan, waaronder de bommen.
Bij de hand trucje van Biden? Nee, ook zijn voorganger Trump maakte gebruik van deze ruimte in de wet door 4221 keer onder de radar voor in totaal 11 miljard dollar wapens te leveren aan Saoedi-Arabië en de Emiraten. De verdragsrelatie tussen de Verenigde Staten en Israël is inderdaad heel hecht. In het vredesverdrag tussen Israël en Egypte uit 1978 is voor beide landen een garantie opgenomen van zo'n 3 miljard per jaar voor de aanschaf van wapens. Onder Ronald Reagan, begin jaren 80, werd de relatie gepromoveerd tot een omvangrijk defensieverdrag, door achtereenvolgende presidenten voortdurend uitgebreid. Bijvoorbeeld met het geavanceerde Iron Dome-systeem, waarvoor Amerika de raketten levert. Onder de Amerikaanse wet is Israël een primaire niet-NAVO-bondgenoot. Sinds 1992 heeft Amerika Israël onder het extra defensiegoederenprogramma voor 6,6 miljard dollar aanvullend materiaal geleverd, deels via opslag bij Europese bondgenoten. Dat alles werpt een bijzonder licht op het vonnis van een Nederlands gerechtshof om de levering van reserveonderdelen voor de F-35 vanuit Nederland aan Israël te verbieden. Op het totaal maakt het niets uit, want er zijn voldoende onderdelen in andere landen en in de VS zelf. Maar het roept de vraag op wat Nederland er eigenlijk mee te maken heeft. Amerikaanse onderdelen in een Amerikaanse opslagplaats die toevallig in Nederland ligt. De zaak ligt nu bij de Hoge Raad. Wat weegt zwaarder? De vooralsnog onbewezen stelling dat Israël het oorlogsrecht schendt of de overeenkomst met de Verenigde Staten? Gokje wagen? De leveranties uit Nederland worden hervat. Unieke vakantiewoningen met luxe buitenkeuken, hot tub of privézwembad? Het kan allemaal op Strabrechtse Venne. Het luxe vakantiepark midden in de Brabantse natuur. Investeren en recreëren? Ontdek het op brabantisprachtig.nl.